Ja, beste luisteraars. We hebben u eerder verteld dat het interview dat we hadden met de heer Belvoorde dat mislukt is hier technisch. Dus vandaar dat wij gemeend hebben wederom met hem te spreken, zodat u hem ook weer hoort. Meneer Belvoorde, een goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, luisteraars van Ja, meneer Belvoorde, we naderen het einde van het jaar. En wat betekent dat voor u? Voor mij, zoals elk jaar natuurlijk, naderen we dan een einde van het lopend jaar. Het einde naderen we. En we zullen dan zo aanstaans het nieuwe jaar 2022 dan binnentreden. En ja, met alle hobby's van dit jaar denk ik dat we het nieuwe jaar zullen binnentreden, want de vooruitzichten zien er niet zo rooskleurig uit. Ziet er niet rooskleurig uit? Nee. Hoezo? Met, de verhoogde prijzen van goederen en diensten, als we kijken naar de brandstofprijs, die is ettelijke malen afgelopen jaar verhoogd. De koers is ook boven het normale gegaan. Koers en brandstofprijs die bengelen tussen de 18, 19 en 25 SRD per liter brandstof en per dollar per euro. Ja, het is verschrikkelijk. We zien het ook in de prijzen in de winkels. Onlangs is de broodprijs verhoogd. Dus de meelsubsidie is komen weg te vallen. Dus brood en alle meelproducten, die zullen omhoog gaan. En de Surinamer, die voelt het meer dan ooit tevoren. Tijdens meneer Bouders hebben wij geprotesteerd tegen de gang naar het IMF. In en buiten het parlement, zelfs vakbondsleiders hebben meegedaan. Niet zo juist, meneer Santokki, die zo protesteerde ook. De gang heeft gezet naar het IMF en de vakbondsleiders die diverse straatacties hebben georganiseerd. Hun mond is dichtgesnoerd, want verschillende vakbondsleiders hebben posten gehad of althans zijn geaccommodeerd. Dan zijn ze beleidsadviseurs of consultant ergens van deze regering. Dus de arbeiders die zijn jammer genoeg aan hun lot overgelaten. En alle verhogingen voelen de arbeiders keihard in hun portemonnee. Ja, u zegt verhogingen van prijzen. Ik had juist begrepen dat men ontzettend blij was dat men geld gekregen had tenminste van het IMF, om ervoor te zorgen dat er ook een stukje begrotingsondersteuning zou zijn. Wel, ik weet dat het IMF geen Sinterklaas is. Dat heeft meneer Bouters ook ervaren toen hij de gang zette. En hij was vol lof over mevrouw Lagarde, geloof ik, toen. En nu de eerste overmakingen waren hadden plaatsgevonden. Meneer Bouters sprak vol lof over het IMF. En kort daarna hoorde ik Dami Lau. Ik neem de desambitie dat kan ik mijn koffers inpakken. Dat waren woorden van meneer Bouders geïnteresseerd. En de deal met IMF werd toen stopgezet. Dus IMF is echt geen Sinterklaas. Straks zullen de mensen zelf meemaken wat het betekent, de gang naar het IMF, in hun portemonnee, in hun huishouden. En eigenlijk als je hypotheek hebt gevestigd op jouw erf, een huis, dan zit je in problemen. Als je auto hebt af te lossen, zit je ook in problemen. Dus alles zal de lucht in gaan komend jaar. Ja, ja. Ik heb begrepen dat er ook al een probleem is tussen IMF en de Centrale Bank van Suriname. Het kan, dus ik weet niet precies wat het is, maar ik weet dat grote problemen 2022 zal een rampjaar zijn voor de Surinamers. Ja, ja. Maar wat is de betekenis dan van die lening van het IMF? Want als de mensen er niks aan hebben, wat is dan de betekenis daarvan? Is voor betalingsbalanssteun is niet om te consumeren. Vele mensen
maken die fout. Hè. En eigenlijk, als je IMF adieert, betekent je hebt geen zeggenschap meer over jouw financiële huishouden. Je kan jouw financiële huishouden niet draaiende houden. Dan gaat IMF voor jou bepalen wanneer je een kwartje zal uitgeven, wanneer je een gulden moet uitgeven. In elk geval, jouw financieel huishouden zal mede bepaald worden door IMF. Daarom ben je daar gegaan en zij gaan jou eigenlijk dirigeren. Je hebt eigenlijk het land onder curatele gesteld. Ja, ja. Maar hoe lang moet dit nou duren? Het gaat om ongeveer welk bedrag en hoe lang duurt dat allemaal met het IMF? Nou, zoals men zegt, het bedrag van bijkans 600 zoveel miljoen en over 3 jaar. Dus nu al voelen wij de klappen. Dat geld is nog niet besteed, maar we voelen de klappen al van de verhogingen. Diverse arbeiders van de overheid zullen met aanslag moeten gaan. Ambtenarenapparaat is te laag. IMF zal dirigeren. Dat moet je doen. Jouw heel financieel huishouden is overgelaten nu aan IMF. Want je kan het zelf niet doen. Dus de mensen zullen zo zoetjes aan heel vroeg in het komend jaar ervaren wat het betekent. Ik heb ook begrepen dat de waterrekeningen kwartaalgewijs verhoogd zullen worden. Dus 4 keer komend jaar zullen de waterprijzen omhoog gaan. IBS was al omhoog. Telesier was al omhoog. Drempelkosten bij spoedeisende hulp aanzet was al omhoog. Dus we zullen het ernstig voelen. De prijzen van diensten van telesier waren ook al aangepast. En de lonen en salarissen die zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Er is gewoon beloofd. Dan gaat je 2 keer een verhoging geven. Maar wat men uit jouw salaris weghaalt, dat geeft men je een deel terug. Dus je bent niet vooruit gegaan. Dus het is gewoon jammer. Ja, ja. Jammer dat meneer Santokie het volk heeft misleid. Want hij was tegen de gang naar het IMF. En nu probeert hij dat goed te praten. Anderen komen zeggen, het is goed dat IMF komt en dit en dat. Maar het volk dat beloofd was, geen IMF, mevrouw Mangere van BVL als ja, de lerarenvakbonden, die zwijgt ook, hè. Want zij zit in het parlement namens de VAP. Diverse andere vakbondsleiders zijn geaccommodeerd. Dus de arbeiders zijn aan hun lot overgelaten, meneer Botsen. Ja, ja, maar goed, u zegt 3 jaar. Maar betekent het dat, want tenminste, de problemen met IMF, die gaan natuurlijk door. Want het is een lening, het is niet iets wat je gratis krijgt van IMF. Precies, het is een lening op de talloze leningen die al gesloten zijn. Dus met andere woorden, je bent weer gaan lenen. Je produceert niet. Je hebt niet geproduceerd. Bijna 2 jaar al hebt u niets geproduceerd. Alleen maar geconsumeerd, geïmporteerd. Wanneer ga je de vissen genereren? Dus, maar hoe lang duurt het jammer, voordat je dat ook betaalt? Ja, je moet die lening terugbetalen. En alle andere leningen moet je terugbetalen. Die schuldeisers, die zitten te wachten op hun geld. Ja. Dat probleem van IMF, dat zullen dus de mensen het komend jaar voelen, zegt u? Oh ja, heel zwaar. Heel zwaar voelen. De gang naar het IMF zal voelbaar zijn. Trouwens, toen meneer Boutense ook stapte naar het IMF, toen had IMF een programma voor hem klaar en hij zag het. En hij wist van, hey, als ik dit zou uitvoeren, dan zou ik weggaan. Dus heeft het toen die deal gecanceld. En ik denk dat meneer Santokie zelf dat zal doen straks als hij merkt wat de eisen van het IMF zijn. Want nu al wil men deze regering Santokie-Brunswijk niet meer. Ja, laat staan met de IMF-maatregelen die zullen komen straks. Ja, goed. IMF is dus één deel van het probleem. Een ander deel van het probleem is natuurlijk dat Suriname, wat we begrijpen is dat de samenwerking tussen de twee grote regeringspartijen ook niet van een leien dakje gaat. Nee, kijk, het is publiek geheim dat
het niet boter tussen de ABAP en de VHP. Maar ze zitten daar enkel om hun eigen ego te strelen, zijn ego-trippels, de president en de vice-president. Maar ze lusten elkaar niet. De een benadeelt de ander of staat de ander in de weg. En zo is het gegaan afgelopen nagenoeg 2 jaren. En vroeger kwam men bij mij, ik moet dit zeggen, ik moet dat zeggen. Maar nu hoor ik de dingen ook, ze zijn niet veranderd. Want de VAP die drukt de ABOP, geeft geen geld om projecten uit te voeren. Want zij beheren het ministerie van Financiën. Als je kijkt naar Para, veel wordt hier opgehaald. De bermen van Para, je moet kijken waar de mensen die niet op Santa Kileika wonen in de districten. Daar zit hij veel achteruitgang. Slecht onderhoud van wegen, van bermen. En eigenlijk worden de mensen aan hun lot overgelaten. Door het beleid dat Santa Kileika voert. Hij kijkt niet naar die mensen die niet op hem lijken. Dus dat is voelbaar. En die mensen denken, of hadden gehoopt, dat de ABOP in zou springen voor hen. Ja, maar dat is niet zo. Marowenen, de bermen. Dat moet de mensen zelf onderhouden. Veel wordt hier opgehaald. Er zijn geen projecten daar die uitgevoerd worden door de staat. Alles wat je hoort is, er is geen geld. Para, idem. Geen leven daar van overheidszijden. Brokkoponde en Sipaluin erger. Dus het is gewoon lijden en last. In coronie is hetzelfde. Maar we zien dat er wel beweging is van overheidszijden zijn. Waar de mensen die op Santa Kileika wonen, Nikkei, Saramaka, Wanika, Komowena. En daar houdt het op. Dus selectief is men bezig. Ja, we hebben het net gehad over geld dat van IMF moet komen. Ik neem aan dat dat geld er nog niet is. Maar een aantal mensen die waren een beetje verheugd, want ze zeiden de prijzen zijn in de winkel toch ietsje lager geworden en de koers is ook een beetje gedropt. Hoe zit het daarmee? Kijk, je kan die koers alleen maar droppen als je produceert, als je dus exporteert en als je dekking hebt van jouw munteenheid. Wat men doet is, window shining, van de buitenkant zogenaamd schoonmaken, aan de binnenkant is het vuiler nog. Als die koers inderdaad gedropt is, dan moet die vraag gesteld worden, hoe komt dat? Hebben we meer geproduceerd? Hebben we meer geëxporteerd? Hebben we de vieze verdiend? Dan kan ik je zeggen, nee. Is er dekking op onze centrale bank van onze munteenheid? Nee. Met andere woorden, het is gewoon kunstmatig om de schijn op te wekken alsof de gang naar het IMF de koers heeft gedropt en straks zult u ervaren dat die koers niet gedropt is. Integendeel zal het weer stijgen. Ja, net een paar zaken die geleerd zijn aan de regering. Daar zijn een paar prijzen met een paar centen omlaag gegaan. Ja, zijn een paar guldens, maar overal zijn de prijzen hetzelfde gebleven. Ik ben boodschappen gehaald eind van de maand. Dat doe ik elke eind van de maand met mijn echtgenoten. En we hebben de prijzen niet zien droppen waar we gewend zijn boodschappen te halen voor de maand. Dus het is gewoon een schijn dat, ik geloof bij Combimarkt, geloof ik, en misschien nog een of andere winkels, zogenaamd dropping van prijzen, hebben plaatsgevonden. Want we zien ook dat diezezelfde handelszaak, toen meneer Boutersen aan de macht was, de regering Boutersen ook steunde lage prijzen in die winkel, maar de andere winkels, andere handelszaak, de marktconforme prijzen. Dus het is gewoon een gewoonte van bepaalde zaken om te zeggen, ik steun de regering en mijn zaken worden gedaan. Dus ik verkoop bepaalde items ietsje goedkoper. Maar overal zijn de prijzen niet omlaag gegaan. En de koersen, men koopt wel op voor misschien een ietsje lager bedrag, maar je kan niet bij hen gaan kopen. Dollars en dollars kun je niet kopen bij de cambio. Maar ze kopen wel op. Dus dan moet je de vraag stellen. Is dat werkelijk zo dat die koers gedropt is? Dus dat is gewoon een foefje wat men toepast, denk ik hoor. Ja,
Ja. Is het misschien een soort samenwerking tussen de cambio's en de regering? Ik vermoed van wel, het bewijs heb ik niet, dus ik vermoed van wel, om de scheet op te wekken alsof de gang naar het IMF zaligmakend is en dat heeft geleid tot verlagen van die koers. Wat opvalt, en het valt niet nu op, maar het is al een hele tijd, dat is dat de criminaliteit een enorme vlucht genomen heeft. Het zijn in elk geval twee zaken waarvan ik denk, hoe komt dat nou? Omdat het met justitie te maken heeft, zeg ik, ontzettend veel ongelukken met dodelijke afloop en de criminaliteit die tot een enorme hoogte schijnt op te bloeien. Ja, dat komt doordat er geen beleid gemaakt wordt op justitie. In het begin gaf ik adviezen, die werden in de wind geslagen, dus nu is alles zo chaotisch, rommelig geworden. Eigenlijk ziet men door de bomen het bos niet meer. We hebben de drugstransporten. Transatlantische drugshandel is er ook. Waarbij duizenden kilo's over heel de wereld, voornamelijk Europa, naar Europa is getransporteerd. Naar onderschep. Maar hier ook hier te landen. Duizenden kilo's onderschep. En vaak genoeg hoor je niets meer van die zaken. Van dit aangehouden. Naar aanleiding van onderschepping van de drugs. We horen niets meer van die dingen. Komt erbij kijken, de verkeerscriminaliteit is ook daar. Afgelopen kerst en maandag, jongstleden, zijn er binnen 2 dagen 4 verkeersdoden in het verkeer gevallen. Berovingen die zijn aan de lopende band. Straatberovingen, moorden. Ook in elk geval er schonen. Een toename en ook een verruwing van de criminaliteit. Ik heb de minister ook gezegd. En ze hebben het gedaan. Kan ik niet weten wat zou gebeuren. Je kan dus onmogelijk binnen het politieapparaat meer dan 300 agenten in één keer weghalen om regeringsautoriteiten te gaan beveiligen, zogenaamd. Mannen en vrouwen zijn weggehaald om bij de VP, bij de president, bij de DNA-voorzitter, bij diverse andere ministers, regeringsautoriteiten, zelf DC's hebben politieagenten om zich te beveiligen. En je vult niet aan. Betekent er komt een gap, er ontstaat een gap, een tekort aan manschappen in het apparaat. En de middelen zijn er ook niet. Ja, er was een lichting die binnen moest treden. En wat doet de minister? Die houdt het aan. Ik heb hem toen gezegd in het parlement, minister. Wat u daar doet is strijd met alle regel en wetgeving. Wij doorgaan om te zeggen, tweede keer weer screenen, alles moet opnieuw. De testen, want ze willen zogenaamd geen criminelen in de politieorganisatie. Jawel, het gebruik is om de lichting, eenmaal gescreend, goedgekeurd, gewoon te laten aanvangen met de lessen. En gaandeweg het proces, als iemand ertussendoor was geglipt, dan komt hij altijd door de mand te vallen. Maar de minister had het niet willen horen en nu is er een groot tekort. Wat gebeurt er? Alles wat zogenaamd opnieuw gedaan moest worden door de zogenaamde keuringscommissie, de hele groep is toegelaten tot de opleiding. Maar er is een stagnatie van zeker een jaar. Dus deze mensen moeten nu, zijn nu aangevangen met de lessen, ongeveer 300 zoveel recruiten. Maar er is geen verruiming, kwantitatief niet. De kwaliteit is ook omlaag gegaan, mensen zijn gedemotiveerd. En de persoon, of althans de mensen die het voelen, is de gemeenschap. Want wij zijn nu als lot overgelaten aan de regeringsautoriteiten. Die zijn goed beveiligd met politie, met leger, met ik weet niet wat ook. Maar ze zijn goed beveiligd en de doorsnee Surinamer die gaat gebukt onder de criminaliteit. Vanmorgen, of ja, ik heb begrepen, er is vanuit het bos daar op voertuig geschoten in Kasipora. Van welk bos? Vanuit het bos Para, Kasipora.
Dat is voor mij Ready Dottie. Is er op voertuig geschoten en tot nu toe zijn er 2 doden gevallen. Men praat over een roofoverval of zo? Dat hoor ik, dat het rovers zijn. De exacte feiten weet ik niet, maar dat is nu in het nieuws verschenen. Dat zelf hier dichtbij Pala hier, vanuit het bos op weg naar Casipora, 2 doden zijn gevallen door beschietingen vanuit het bos. Dus het is allemaal schuld van de beleidsmakers die niet weten aan te pakken. Ja, maar als dit. Maar wat verwacht u? Ik hoorde de minister van Justitie. En die gaf de mensen hoop dat er in elk geval de politie de zaak keihard gaat aanpakken. Maar ik merk tot nu toe dat er steeds meer doden vallen in het verkeer. Ludwig van Mulier heeft zitten uitrekenen dat er zeker 2 doden per week vallen in Suriname. Ja. Nu zitten we op 92 verkeersdoden. Hoewel er grotendeels van het jaar lockdown was, total lockdown ook, is het aantal doden in het verkeer schrikbarend hoog. Je zou moeten zeggen, eigenlijk qua cijfers zou je boven de 40 moeten zijn in het verkeer. Maar er is geen beleid. De minister kan zoveel nog theoretiseren. Maar je moet beleid maken. Je moet actie ondernemen. Maar dat doet hij niet. Het is alleen maar daar in zijn kamer zitten en uitleggen van hard pakken, hard aanpakken. Maar in feite doet hij niet. In feite is het alleen maar lippentaal. Ja, lippendienst bewijzen. Maar praktisch gebeurt er niets aan de bestrijding van de criminaliteit. Nee, hij weet niet aan te pakken. Jammer. Dan vallen er doden, gewonden. We tellen de gewonden niet, maar die zijn veel meer dan de verkeersdoden. En er is geen beleid om de verkeerscriminaliteit aan te pakken. Ja. Sommige mensen die zeggen zelf van het aantal doden is veel meer dan wat er op een gegeven ogenblik gezegd wordt. Tenminste, verkeersdoden, omdat iemand die in het ziekenhuis gelegen heeft een paar maanden en toch komt te overlijden, dat toch iemand is die een slachtoffer is geweest van het verkeer. Ja, maar dan, na een bepaalde periode, 30 dagen of meer, dan wordt hij niet meer gerekend tot verkeersdoden. Dus het is inderdaad veel meer, maar men zegt dat zijn de internationale gangbare normen die men hanteert. Maar die persoon is komen te overlijden naar aanleiding van een verkeersongeluk. Maar dan wordt hij niet meer gerekend tot verkeersdoden. Dus het is veel meer. Onlangs is ook een 15-jarige jongen aangehouden voor een moord in een bakkerij. Een 50-jarige Chinese onderneemster is vermoedelijk gewurgd. En de politie heeft een 15-jarige jongeman aangehouden in verband met die moord. Dus, ze worden steeds jonger. Ja, want ik geloof dat er straks meerdere aanhoudingen plaatsvinden. Ik vind het gewoon jammer, want kom je met goede voorlichting, kom je met gerichte actie, dan zouden deze dingen niet plaatsvinden. Maar ja. Het is aan het doen. Voor mijn oren praten. Ja, maar sommige mensen die zeggen ook vanwege het feit dat er zoveel armoede is, dat drijft mensen, sommige mensen althans, tot wanhoopsdaden. He, ik hoorde laatst dat er een meneer was die Moxalesi bij zijn buurman is gaan stelen, een pot. Ja, een pot met rijst, Moxalesi. Zover is men, ja, dat ook over een schutting gesprongen wordt, in een vriezer van een restaurant gaat en daar kippenboot steelt, een deel verkocht, een deel om te consumeren. Dus het is heel erg. Heel erg gesteld in het land. Dit hadden we echt niet verwacht. Ja. Maar ik bedoel, het parlement moet de regering controleren. Wat doet het parlement hiermee? Ik bedoel, je kunt toch je ogen niet sluiten voor dit soort zaken in die samenleving? Meneer, daar wordt er weinig gesproken vanuit coalitiezijde. Alles is knikken, 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 ja knikken voor de regering.
de enige die zelf is gebleven, dat ben ik. En ik word dan in de wielen gereden, vaak genoeg. Ja, is er geen tijd om te praten. En ja, dus dat soort vuurjes wordt toegepast. En het volk ziet alles. Het volk weet wie praat, wie bereid is te praten. En de jaakdekker die wordt aan het woord gelaten. En, ik heb begrepen dat u behoorlijk wat bent aangevallen de laatste tijd. Ja, maar het volk ziet alles. En het volk is toen in de pres gesprongen voor mij. Ik dank de mensen in en buiten Suriname, jong en oud, man of vrouw, die ziet van, nee, dit is onterecht aanval op Belfort. Belfort heeft niets gedaan. Inderdaad heb ik niets gedaan. En ik dank de mensen nogmaals en ik vraag ze ook om kritisch te blijven. Ga ik in de fout, moet men mij ook corrigeren. Alleen zo word je beter. Maar bepaalde mensen, die willen niet gecorrigeerd worden. Die hebben de wijsheid in pacht. Dus ze weten alles, zij alles weten. En daarom gebeuren dingen. Ja, je kan niet zo regeren dat je niet luistert naar kanttekeningen die geplaatst worden, naar kritiek. Jij weet plotseling alles, omdat je toevallig op de stoel van de president, dan wel de vicepresident zit. En iedereen moet dan stilzitten. Wat jij zegt, dat is wet en dat moet uitgevoerd worden. Dat geldt niet in een democratie. Dat is zuiver dictatuur. Ja. En als je niet wil luisteren, dan word je ook verbaal aangevallen. Soms neigt het naar bedreiging. Ja. Ik heb zelf begrepen dat zeg maar uw partij eigenlijk een beetje genoeg van u heeft. Ja, ik heb kort voor de feestdagen, kerstdagen. Ben ik gebeld geworden, dan is er een brief voor mij gestuurd. Ik heb die brief niet in ontvangst genomen. En na de feestdagen is er weer met de deurwaarder brief gestuurd. En ik heb ook geweigerd. Ik weet wat gaat gebeuren. Dus die deurwaarder gaat die brief via de PG mij doen toekomen. Dus dan neem ik de inhoud daarvan. En dan zal ik het volk de inhoud ervan ook laten zien. Want men houdt niet van mensen die praten. Ja? Als je praat, dan houdt men niet van je. Je moet ja knikken. En daarom zegt men dat politiek vies is. Maar het is niet zo. Er zijn bepaalde politici die spelen een vies spelletje. Jij die correct bezig bent, het lijkt alsof men verslaafd is aan criminele zaken. Zodanig dat jij die correct bezig bent en een schone lei hebt, jij wordt eigenlijk als de boeman aangezien. Terwijl zij juist verkeerd bezig zijn. Zij zijn juist niet goed bezig. Zij bejegenen het volk niet goed. En als jij ze daarop wil attenderen of aanwijzen van nee, zo moet je het doen. Dan word jij de persoon die smetvrij is, die vlekken heeft, bijna als een crimineel gezien. Ja. Dat is jammer. Ja, maar kijk, u heeft nou die brieven die u gekregen heeft niet ontvangen. Is het niet jammer? Want als u dat wel had geopend, dan wist u in elk geval zeker wat er in die brieven stond. Nou, ik werk met intuïtie. Ik heb niet veel rugbaarheid aangegeven, althans. Het volk weet niet dat 26 februari, jongsleden, het was een vrijdag, je kunt kijken op je kalender als je dat hebt. 26 februari dit jaar. Als op vrijdag is de voorzitter van de ABOP in de fractiekamer gekomen van de ABOP, waar wij fractieleden, iedereen zat daar, heeft hij mij eigenlijk verbaal aangevallen en mij gezegd, ik moet de fractiekamer verlaten. Ik zeg, nee, ik behoor tot die fractie. Dus hij heeft al ettelijke pogingen ondernomen om mij uit de fractie te zetten. Maar ik was altijd correct. Ik heb hem ook van repliek gediend. En toen heeft hij gezegd, hij gaat zorgen dat ik niet meer in het parlement praat. En ik heb dat ook meegemaakt, dat spreektijd wordt opgemaakt door andere coalitiegenoten. Ik ga naar de fractievoorzitter van de ABOP. Ik zeg hem dat ik een spreekbeurt moet houden. En hij maakt de tijd ook op. Dus dat soort foefjes worden toegepast. En het volk weet het niet. Maar ik ben kalm gebleven. Omdat ik weet dat ik een job te klaren heb. Ik ben gekozen door het volk. Maar het was gewoon moeilijk gemaakt voor mij om
mijn werk te doen. Slechts enkele partijleden die, ja, men zegt wie staal men, wie sproot men niet, die staal men spreekt. Dus dan vinden ze het goed dat de voorzitter is nooit fout. Hè? Die is een perfecte man, is nooit fout. Jij die correct bezig bent, althans tracht het volk te dienen. Jij bent niet goed bezig in de ogen van anderen die zeg maar eten van de hand van de voorzitter. Het is jammer dat men zich zo opstelt. Ja, maar ook al zou men willen hebben dat u weg moet, men heeft u niet gekozen, het volk heeft u gekozen. U bent de enige die daarover kan beslissen. Of een partij zou misschien kunnen zeggen van ja, we nemen een beslissing. Maar het zijn meestal één of twee mensen die die beslissing nemen. Dat is ook niet democratisch. Eén persoon die die beslissing neemt en de andere zijn ja-knikkers. Ik ken de partij, ik zit niet mee in de partij, maar... Ik ben niet de persoon die de vuile was van de partij buiten zal hangen. Maar er gebeurt heel veel in de partij. Eigenlijk is er geen democratie binnen de ABOP. Ja? Maar ik zal het daarbij laten. Ik wil niet de persoon zijn die de vuile was buiten zal hangen. Maar het volk ziet alles. Ja, ja, maar hoe ziet u uw toekomst dan in het parlement als men zo tegenover u staat? Je moet weten dat eigenlijk binnen de ABOP-fractie ziet men mijn hielen dan meteen. Geen, men wil graag mijn hielen zien dan meteen. Dus ik ben nu bijna een soort vreemde vogel binnen de ABOP. Maar goed, er is een levendige God. Ik geloof in de schepper. En zo waarlijk God is, zal... Ik altijd de waarheid dienen en de mensen zullen ervaren wat ik nu zeg bij tijd dat ik gelijk ga krijgen. Ja, zij die het al weten, die weten precies van Belfour praat niet zomaar, Belfour zegt de dingen. Maar ik ga in details de vele was van deze. Maar stel bijvoorbeeld dat u niet meer in het parlement zit, dan betekent het toch dat uw stem minder gehoord wordt. Nou, er zijn genoeg mediahuizen. U bent er ook. Ik heb ook mijn eigen programma. Er zijn genoeg mogelijkheden. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. De media is er. Ik mishandel geen media mensen. Of ik laat ze niet mishandelen. Ik heb altijd de media correct behandeld. En dat zal ik blijven doen. Zij die dat doen, zij die de media schuwen, we weten allemaal... wie dat zijn en onlangs hebben we dat ook meegemaakt. Dus die dingen, ik ben niet van zo'n niveau. Ik ga dat niet doen. Nooit ga ik dat doen. Ik behandel mijn medemens als menswaardig. Ja, ik geef ze menswaardige behandeling, zoals ik ook behandeld zou willen worden. Ja. Die persoon niet bij de media of bij een ander medium of een ander bedrijf werkzaam. Ik behandel de persoon als een mens. Ja. Niet omdat ik in een bepaalde positie zit, moet ik mij misdragen. Nee, zo ben ik niet. Ik ben goed opgeleid, ik ben goed opgevoed. En dat straal ik steeds weer uit. Ik etaleer dat in mijn zijn hier op de wereld. Ja, we staan aan de vooravond van een nieuw jaar, 2022. Wat verwacht u eigenlijk, politiek gezien? Nou, het zal heel moeilijk gaan tussen de twee coalitiepartijen. De NPS en PL die zijn erbij, maar hebben niet veel in de melk te brokkelen. Het boot het de hele tijd niet, dat weet ik. En ik vrees dat het zal escaleren. Maar trouwens, het zou al lang zijn geëscaleerd, maar... ter 11e uur dan roept men de vredespijp. Ja, en ik denk dat dat weer zal zijn komend jaar. Maar voor hoe lang weet ik niet. Want ik hoor de dingen. Ik zit in een partij die ook in de coalitie zit. En ik weet wat er botert, wat er borrelt in de brouwerij. Dus... het volk ziet ook alles en het volk is niet dom. Het volk weet precies
wat er speelt. En ik ben blij dat het volk alert is. Ik vraag het volk om alert te blijven, nationaal, internationaal. Want Suriname is niet van een bepaalde politieke partij, dan wel een bepaalde politieke combinatie. Suriname is voor alle Surinamers. Ja? En wij willen het beste van dit land hebben. Ja? Suriname is niet van een toevallige persoon die op een stoel is komen zitten, doordat mensen misleid zijn geworden om naar de stembus te gaan. Maar Suriname is voor alle Surinamers. Ja, ja. We hoorden pas... Mijn democratisch werk. We hoorden pas dat mensen van de Jungle Commando, of de woordvoerder althans, die is opgestaan om te zeggen van nou, de vicepresident die heeft tot 12 januari geloof ik de tijd om in het kabinet te blijven. Nou, ze bekijken het, ik wil niet daarop ingaan. Het volk ziet alles, merkt alles mee. Toen het was om te gaan stemmen, toen waren deze mensen aan het woord. Nu plotseling. Dus het zijn mensen die zijn gaan stemmen. Hè? En die stoel daar is niet van een bepaalde organisatie, dan van, wel van een bepaalde persoon. De stoel van de VP is van het volk. De stoel van de president is van het volk. En dat moet men nou eens gaan weten. Ja, men moet eigenlijk zaken correct benaderen. Ja? Suriname nogmaals is naar de stembus gegaan voor beter. En als het niet goed gaat, dan moeten mensen praten. Daarom hebben de mensen gestemd, mensen gemandateerd van ga in het huis van het volk, doe het werk voor mij. Ga op die stoel van de president, doe het werk voor mij. Ga op die stoel van de vicepresident, doe het werk voor mij. En als het niet goed gaat, jij als DNA, controlerend orgaan van de regering, dan moet je vragen stellen toch. Als je die vragen stelt, dan wordt men boos. Ik scheld niemand uit. Ik beledig niemand. Ja, iedereen heeft een bepaalde stijl van praten, van vragen stellen. En ook ik heb dat. Maar men kan niet zeggen dat ik mensen beledig of mensen onjuist bejegen. Maar bepaalde mensen die niet zeg maar bekend zijn met democratische principes, dan willen ze niet dat je praat. Je moet ja knikken, alles wat ze doen moet goed zijn. Als dat niet het geval is en je praat, dan worden anderen aangezet om jou te bekladden, te besmeuren. Dus dat soort dingen worden niet toegepast hier om jou eigenlijk jouw goede naam en eer aan te tasten. Maar goed, het volk heeft dat goed gepareerd. Want het volk kent mij, weet van, nee, daarvoor is het niet zo. Ik dank de mensen, maar ik vraag ze ook om kritisch te blijven naar mij toe. Heb ik iets verkeerd gedaan, moeten ze ook mij corrigeren. Alleen zo wordt het beter. Ik sta open voor kritiek. Bepaalde mensen niet. Door kritiek word je een beter mens. Ja, door kritiek word je een beter... Eigenlijk, Suriname is in deze situatie beland en wordt zo gehouden door slecht leiderschap. Gebrek aan dienend leiderschap maakt dat bepaalde mensen daar zitten en ze denken dat ze prinsen, keizers zijn, koningen zijn, koninginnen zijn. Maar ze vergeten dat dezelfde kiezers straks naar de stembus zullen gaan en ze van die stoel zullen weghalen. Ja? Straks zullen de kiezers anders stemmen. Ze worden bewust gemaakt en men is eigenlijk moe van deze mensen. Je merkt het, de reacties aan van de mensen op Facebook, op social media, merk je de reacties. Nooit eerder is een president zo snel, ja, negatief bejegend door mensen als meneer Santokki. Ja, de vicepresident, dat is vanaf dag 1 al segment dingen. Dus men wil deze twee mensen niet meer. Ja? Het volk is op zoek naar alternatief. Een alternatief dat moet komen om dit land naar grote hoogte te brengen. En u ziet dus absoluut voor het komend jaar geen wijzigingen uit het beleid van deze regering? Nou, het hangt van af. Maar ik zal zeggen, er zal niets positiefs komen. Hè? Niets positiefs, omdat... Kijk,
Hebt u een plan, dan ga je tot uitvoer over. Hebt u geen plan, dan gaat u lasvast dingen doen. En eigenlijk je eigen dingen willen regelen. En dat zie ik gebeuren. Vanaf dag 1 is dat het geval. Daarom is het volk zo snel gekeerd tegen deze mensen. Men had ze bejubeld in het begin. Maar ja, nadat bepaalde zaken duidelijk zijn geworden voor het volk, heeft het volk hun de rug toegekeerd. Ja. Enkelingen, ja, die nog, zeg maar, iets vinden van hun, die praten hun taal. Maar ik wil niets hebben, ik wil dat het land goed draait. Hij heeft mij aangeboden, ik zeg nee, ik wil niet. En zelfs dat wordt niet in dank afgenomen, want je moest een post nemen. Ik wil niet, ik wil niet. Ja, het land moet goed komen. Daarvoor ga ik, daarvoor strijd ik. En als je het niet kan doen, dan ga ik je zeggen, je kunt het niet doen. Ja, wie ook daar komt zitten, als die persoon het niet kan doen, moet ik die persoon recht in de ogen aankijken en zeggen, you cannot do the job. Please leave. Go away. Dus het volk zal ze ook zeggen straks. Ja, wat wilt u de mensen zeggen nu aan het einde van dit jaar, begin van het nieuwe jaar? Wel, kijk, we leven nog een paar uren voor de jaarwisseling. Vandaag is woensdag, op donderdag al. En dan hebben we vrijdag. En zaterdag is al het nieuwjaar. Er resten weinig uurtjes. Ik wil de mensen verzoeken, ja, om heel voorzichtig te zijn op de openbare wegen. Voorzichtig met vuurwerk en... laat het zo zijn dat je een bezinningsvolle jaarwisseling hebt, zonder anderen te benadelen, zonder jezelf ook schade te berokkenen. Maar ik wens ieder een bezinningsvolle jaarwisseling toe. En hopelijk hebt u het naar uw zin komend jaar, maar wees heel voorzichtig met uitgaven. Want januari staat te wachten. Je hebt al ontvangen voor kerst en januari is daar. En de prijzen van goederen en diensten zullen blijven stijgen. Dus heb de appeltje voor de dorst. Als het kan, geef geen geld uit aan Bombel Pagara, want dat is letterlijk geld verbranden. Maar ja, je kunt zeggen wie ben ik om voor jou te bepalen. Maar ik wil voorkomen dat je dus eerste week, tweede week januari geen geld hebt om... rond te komen en dan ga je anderen tot last zijn. Dus heb altijd een plan om je zaken te benaderen. Zorg ervoor dat je vaste lasten, water, telefoonrekening, stroomrekening, ja, betaal dat je een volle gascilinder hebt, een reserve ook, en eten, genoeg, en een appeltje voor de dorst, want je weet maar nooit dat straks je auto... accu het niet meer doet en je moet een andere accu kopen en je hebt geen geld. Of je band doet het niet, je hebt een lekke band, je moet een nieuwe band kopen. Met andere woorden, onvoorziene uitgaven kunnen straks in januari komen bijkijken en dan moet je kunnen inspelen. Dus wees zuinig met uitgaven, ga geen onnodige dingen kopen, maar let op en vooral dieven, rovers zijn er. Let goed op deze tijden, op jouw kroost, dat ze veilig, vooral als je besluit om toch vuurwerk voor ze te kopen, dat ze veilig het vuurwerk afsteken, dat ze de dieren niet tot last zijn, want je hebt van die jongeren, ook volwassenen doen het, om bombes naar dieren, vooral honden te gooien. Die honden hebben veel last van die knallen. Mensen, let vooral op, je huisdier, je hond, ja, die hoor veel scherper dan ons. Ja, en die knal is heel pijnlijk voor die hond. Ja, let op. Ja, en ook op andere dieren. Want de dieren, zo heeft de schepper zo weer eens gemaakt. Dieren die ervaren knallen anders dan wij. Wij horen heel erg minder dan dieren. En daarom heeft de schepper een dier zo gemaakt. Om scherper te horen, zodat hij kan overleven in het bos of in de natuur. Maar wij mensen moeten
met elkaar leven en wij hebben andere zaken om dingen waar te nemen. Maar een dier die heeft het gehoor heel hard nodig. En deze periode zullen de bombers het gehoor van veel dieren, vooral de honden, onze beste vriend, ja, aantasten. En let op dat je beste vriend niet wegloopt en geen last ondervindt van afsteken van vuurwerk. Maar doe het ook op een heel veilige manier. Let op dat je huis niet in brand vliegt. Ik geef algemene adviezen aan de mensen. Let vooral op de kinderen, wanneer ze zo bezig zijn, dat ze veilig vuurwerk afsteken voor zover je besluit om vuurwerk voor ze te kopen. Ja. Dat ze geen ongelukken oplopen en ook geen andere ongelukken geven. Anderen houden ervan ook om vuurwerkbombes te gooien naar andere mensen voorbij. Rijden de auto's of bromfietsers. Ik verzoek u om dat niet te doen. Nee. Overal, wees voorzichtig en ik wens u een fijne jaarwisseling toe. Ten aanzien van de politiek, hoe ziet u het komende jaar? Nou, het zal onstuimiger worden. Onstuimiger, want de gang naar het IMF zal voorbaar zijn. En vele mensen zullen... Maar wat hoopt u? Wat zegt u? Wat hoopt u voor de mensen voor het komend jaar? Ik hoop het natuurlijk het allerbeste voor ze, maar ik hou de realiteit voor ogen. Dus ik weet dat er vele tongen zullen loskomen. En politiek zal het heel onstuimig worden. Ja. Het zal heel onstuimig worden in politiek Suriname. Ja, meneer Belfort, ik wil u heel hartelijk dank zeggen. Ook in elk geval dat u het afgelopen jaar vele malen ook de mensen op de hoogte houdt en brengt van de gang van zaken. Wij danken u daarvoor en wensen u het allerbeste, een goede jaarwisseling en laten we hopen dat het allemaal beter gaat in Suriname. Oh ja, ook dank. Ik wens ook de zieken, de oude mensen ook een bezinningsvolle jaarwisseling toe en spoedig herstel voor de zieken. De oude, ik wens ook een bezinningsvolle jaarwisseling toe. Ja. Ik hoop dat de schepper u veel gezondheid schenkt. Ja. Dank u wel en tot de volgende keer. Dank de gelukkigheid geboden en ook aan u en de uwen. Een bezinningsvolle jaarwisseling toe en tot in het komend jaar. Over enkele uren. Dank u wel. Ja, hartelijk dank. Ja, beste luisteraars. En we hopen dat we in elk geval de situatie... hebben hersteld en ervoor kunnen zorgen dat u ook de komende dagen kan luisteren naar datgene wat de heer Belfort allemaal verteld heeft. Bedankt voor uw aandacht en we gaan naar muziek.